De verkeersellende begon vanmorgen om 7 uur op de snelweg tussen Breda en Antwerpen. Net over de grens bij Loenhout botsten 3 vrachtwagens op elkaar. 2 van de 3 vrachtwagens gingen volledig in vlammen op. Een chauffeur, vermoedelijk uit Nederland, kwam om het leven. Als gevolg van het ongeluk werd de E19 richting Antwerpen volledig afgesloten. Alle verkeer werd ter hoogte van Loenhout van de snelweg gehaald. Het geduld van de mensen die vandaag van Breda naar Antwerpen wilden rijden werd danig op de proef gesteld. Mensen stonden soms uren in de file of waren lange tijd bezig met het rijden van omleidingen. De politie heeft op de plek van het ongeval lange tijd onderzoek gedaan. En bovendien moest op die plek ook nog de weg worden gerepareerd. Eerst moest er grondig geblust worden. Vervolgens, dat kan u zien, moet nu de lading gelost worden. Het betreft bomen, hout en granen. Dus dat is niet zo'n simpele operatie. Het parket moet vaststellingen doen en wij vrezen zelfs dat er opnieuw geherasfalteerd zou moeten worden. Verkeer richting België werd vanmorgen geadviseerd om te rijden via Roosendaal. Maar ook hier ontstonden aan het begin van de middag problemen. Eerst vanwege een eenzijdig ongeval waarbij een vrouw gewond raakte. En even later werd de snelweg in de richting van Bergen op Zoom helemaal afgesloten vanwege een ongeluk tussen meerdere vrachtwagens. Niemand raakte hierbij gewond. Hulpdiensten zijn de hele middag bezig geweest met het opruimen van de ravage.